Nieuwe maand, nieuwe releases. Ook in februari staan weer de nodige games op je te wachten. Komende maand kun je vooral veel verschillende soorten games verwachten. Benieuwd of je weer je portemonnee mag gaan trekken? Dit zijn de 5 meest opvallende game releases van februari. Wat krijg je als je Ninja Gaiden met Dark Souls kruist? Nioh, de nieuwe game van ontwikkelaar Team Ninja. Je speelt als de samurai William die in het feodale Japan de nodige demonen aan zijn katana rijgt. De action RPG belooft dan ook behoorlijk pittig te worden. Nioh komt exclusief voor de PlayStation 4 uit. Rebellion Developments komt deze maand met alweer het 4e deel in de Sniper Elite serie. Opnieuw schakel je van op lange afstand nazi's uit via gruwelijke slow-motion x-ray kills. Dit keer vormt het fascistische Italië het strijdtoneel. How dare you! Thousands of my people dead! Well, here's your chance for vengeance. Laat je niet misleiden door het feit dat For Honor op Valentijnsdag lanceert. De game draait namelijk om vikings, samurai en ridders die met vlijmscherp wapentuig op eervolle wijze, ja of juist niet, elkaar in de pan hakken. Naast de multiplayer modus krijgt For Honor ook een diepgaande singleplayer. Halo staat vooral bekend als een legendarische reeks first-person shooters. Maar in 2009 toonde de eerste Halo Wars al aan dat de formule ook prima werkt in een real-time strategy jasje. Halo Wars 2 gaat verder op dat succesvolle elan. Your adventure. Build anything. LEGO Worlds laat jouw 2 favoriete kindactiviteiten combineren. Zandbakken en Lego. De game biedt namelijk een sandboxwereld aan waarin je naar believen Lego-structuren bouwt en het terrein manipuleert. Zo kun je je creativiteit in deze Minecraft-achtige game helemaal loslaten. Dan was het alweer, 5 releases die je in februari niet mag missen. Zit er wat voor jou tussen of heb je misschien iets anders op het oog? Laat het weten in de comments en we zien je de volgende keer weer.